Welkom bij de lange review. Welkom überhaupt bij Fabulous February. En dit is de uitgebreide premium review van de game Sifu. Van Slow Clap. Ik heb geen wah gehoord in die game. Dat maak ik gewoon zelf in mijn hoofd. Ja, nee, zeker. Dat als je denkt aan whoop-ass, dan heb je gelijk dat in je hoofd. Alleen het zit niet in deze game. Silent whoop-ass. Ja, pretty silent. Ik heb geen non-vocaal. Nou, de sound effects zijn er wel, hoor. De punches die komen wel aan, hoor. Ja, ze komen aan, maar ik vind ze niet. Ze zijn niet een soort van Chinese jaren 70 vechtfilm overdreven. Met die blokjes en zo. Ja, precies, gewoon dat je hoort van nee, dit zijn gewoon twee bamboestokken op elkaar, hoor. Dat is niks hand, vlees op vlees. Maar nee, ik vind het juist wel vrij humble gedaan, de sound effects. Het is, je hoort echt gewoon... Ja. Weet je, dat is wat je hoort de hele tijd. En daarom zo heeft heel die echt... sound design guy ook ja, precies gezeten. Ja, dat... Maar goed, Slow Clap, dat we natuurlijk kennen van Absolver. Oh ja, ja. Dat was eigenlijk een beetje de voorzet voor deze game, voor mijn gevoel. Absolver was een oké game. Mm-hmm. Een hele aparte, toffe game. Eigen game, hand-to-hand combat. Super, ben ik veel, mystiek. Een soort van raar ding, dat je, weet je, met maskers en een soort van iets dat je niet kent. En een iets meer open wereld. Daar waar deze wat meer compact is. Ja. Dit zijn vijf levels. En wat je daarin doet, ik zou het niet eens denigrerend, maar ik zou het 2022 Double Dragon willen noemen. Ja, en maar dan nog onvergeeflijker. In een roguelike jasje. Ja, ook dat nog inderdaad. Het is ook nog eens een rogue game. Waarin het dus heel erg draait om... Kijk, een Double Dragon is gewoon AB, AB. En hier heb je... het vechtsysteem is eigenlijk waar de game om draait. Ja. Ik zie nu... De kung fu. Kut, sorry, ja. Wat? Ik zie dat... Je logootje is... Sorry. Ik vind het eigenlijk wel vet. Dit is premium door Skate gecoverde content. Oh shit. We zitten hier in de proloog. Moeten we het verhaal vertellen? Ja, dat is letterlijk de proloog. Jullie hebben allebei de game gespeeld. Is dit een klassiek kung fu film verhaal? Ja, dat dacht ik. Zeker weten, weet je. Dat het is... meest clichématige kung fu verhaal wat je te maken bedenkt. Ja. Een smerige revenge story. That's it. Ja, precies. Ja. Hier heb je de guy die uiteindelijk in de game eigenlijk de bad guy is. Je speelt daar de proloog mee. So, hij vermoordt jouw vader. En jij bent natuurlijk gewoon 10 jaar of eigenlijk 8 jaar is het volgens mij aan het trainen om hem en al zijn handlangers 1 voor 1, Kill Bill stijl als het ware, gewoon te whoopen. Dus jij hebt gewoon een hitlist met mensen waar je wraak op wil nemen. En dat zijn dus vijf mensen van zijn school eigenlijk. Of de oud-leraren of leerlingen van zijn vader. En die ga je dus in ook 5 levels... de grazen proberen te nemen. Ja. Met de nadruk op proberen. Want meestal word je zelf best wel vaak in de grazen genomen. Ja, en dan met het concept dat als jij doodgaat... dat je weer tot leven kunt komen. Maar je wordt dan wel... afhankelijk van hoe vaak je doodgaat... word je ouder. Dus stel, je bent op een gegeven moment 4 keer... Nou ja, je gaat dood. Je begint op je 20ste. Ja. Je gaat dood. Je komt terug tot leven. En dan ben je 21. Want je bent 1 keer dood. Dus dan ben je 21. Ja. Maar ga jij vervolgens 4 keer achter elkaar dood en kill jij geen tegenstanders, dan ga je bijvoorbeeld van 21 naar 25. Ja. En uiteindelijk word je zo rond de 70, 75 en dan ben je dood. En... Maar dat hele systeem, dat heeft dus niks te maken met ervaring, maar puur van jij hebt eigenlijk een x aantal levens in de vorm van levensjaren voordat je echt de pijp uitgaat. Ja, en wat er zit een beetje kleeft eraan, dat je, hoe ouder je wordt, je health ietsje minder, maar je bent wel wijzere kungfu-master. Oké, dus je zit wel een soort van ervaringsding achter. Klein beetje. Je wordt wat voelt sterker. Niet heel veel. Je wordt iets sterker inderdaad. Als je 30 wordt, word je iets sterker, maar wel krijg je iets minder health. Ja. 40, hetzelfde. En dan tot je 50ste, 60ste. Ja, en dan wordt het een beetje een lastig verhaal. Want binnen die tijdspanne dien jij gewoon 1 perfecte run te maken, als het ware. Precies. Zoals we dat kennen, ook van Returnal, weet je wel. Je moet gewoon die ene perfect run. En jij dient gewoon je kung fu te masteren. En pas op het moment dat jij één bent met jouw martial arts... Ja. En je hebt de vijanden door, je herkent de patronen, je doorziet ze. Je hebt je eigen fucking controls ook onder de knie.
dat is ook nog iets of Jesus Christ. Man, weet nou, je maar wel? Op een gegeven moment, en dat is het grappige. Precies wat je zegt, het is letterlijk een fucking kung fu les in het echt. Of in ieder geval niet in het echt, maar in een gamevorm. Want wanneer jij het voetvolk mapt, zit je in een bepaalde flow. Je kent inderdaad de vijanden. En dan kom je, nou weet ik veel, een half uur of zo, kom je stoeien met al die gasten. Kom je hopelijk zo jong mogelijk aan bij de baas van het level. En dan begint eigenlijk dus het eindgevecht. Ja. En heel soulsy. Het is heel soulsy, ook heel returnalsy. Voordat je daar een beetje doorheen gewerkt hebt. Heel loop gamey. Er zijn namelijk ook bijvoorbeeld, je hebt een skill tree. En als je doodgaat, mag je bijvoorbeeld, als je genoeg punten hebt gehaald, XP eigenlijk. En XP krijg je natuurlijk door gewoon gasten te verslaan. Ja. Als je genoeg XP hebt gedaan, dan kan je een upgrade kiezen. Dus een nieuwe move of een nieuwe finisher. Ja. Wat dan ook. Als je die in één run, ik wist niet of je dat vast weet je vast. Maar als je in één run 5 keer dezelfde unlockt, blijft die permanent. Ja, ja, ja. Nou, daar had ik 1 uur 10 voor nodig dat ik dat door had. Ik dat niet permanent. Stond er gewoon. Ja, maar ik dacht dus dat het na 5 runs of dat stel je hebt 5 runs of 10 runs gedaan waarin je 5 keer dezelfde hebt. Nee, het moet 5 keer in 1 fucking of 6 keer dus eigenlijk. Natuurlijk ook heel erg roguelite eigen. Ja, nou ja, dus zoveel heb ik er nou ook weer niet gespeeld. Voor 3 of 4 of 5 ooit, weet je. Dus en op een gegeven moment en dan word je dus. Maar dan heb je dus 5 runs nodig of wat dan ook om 2 of 3 nieuwe skills voor permanent te unlocken. Zoveel zijn het daar ook niet. We zagen ze net. Nou, het zijn er denk ik dus 20 of 25. Ja, maar om al die moves te masteren en met de timing die ermee gepaard gaat, het is... Welke timing van? Gewoon van de moves. Van de moves en de combat, weet je wel. Het is insane. Nou, weet je, dat het grappige is, het begint... ik heb die game, en dat is ook weer even een disclaimer. Ik heb die game veel gespeeld. Ik kreeg op een gegeven moment de notification, I know Kung Fu. Want dat is heel grappig. Je begint dat het heel hectisch is. Combo's en wat dan ook. En hoe vaker je het doet, logisch, het is mastering, hoe rustiger je kijkt, hoe rustiger je flow wordt. Ja. Afwachtender, duck, nog een keer duck, dat, dan 1 keer aanvallen. Dat was verreweg de belangrijkste. Niet weg. Nee, want neem je rust. En ja. Vergeet vooral niet te defenden, want echt een goede defense. Het is 70% defense, die game. Absoluut, en dat absoluut. Is heel sick. Maar dat is toch eigenlijk ook. Maar dat Kung Fu is defense. Ja. Kung Fu is gewoon jezelf verdedigen tegen. Ja. Niet zozeer de aanval. Nee, dat is waar. Dat is het ook. Maar dus dat heb je letterlijk nodig. En op een gegeven moment krijg je die game dat door. En dan zegt er staat er, oké, nou Kung Fu. Super tof. En dan is het alsnog heel moeilijk om de tweede baas te verslaan bijvoorbeeld. Ik kom er niet voorbij. Ja. Is de moeilijkheid in balans? Nee. Nou, dat ligt er helemaal aan je smaak. En als jij het al een moeilijke game vindt. Want jij houdt van moeilijke gameskate. Ik hou daar niet zo van. Mm-hmm. Heel snel leg ik games dan normaal gesproken ook weg. Maar ik vind Kung Fu heel vet. En ik vind de metafoor voor wat die game, hoe dat betrekking heeft op hoe dat ik heb een jaar of 4 heb ik ook Kung Fu gedaan. En hoe die struggle, hoe dat... Ik zie het aan je hand bewegen. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat ineens... Ik ben geen Italiaantje of zo. Maar dat aan het doen ben, zo'nzelfde traject doormaakt. Van eerst struggle je en op een gegeven moment, ik heel grappig, op een gegeven moment heb ik het daarover gehad met mijn Sifu, over dromen. Als je veel met vechtsport bezig bent, als je veel met iets bezig bent, dan zou je er vaak over gaan dromen. Ja. En toen droomde ik op een gegeven moment de hele tijd dat ik verloor. Toen zei hij van, dit is je Kung Fu nog niet strong genoeg. Maar het is toch insane. Mind and body. Ja, maar dat is, en op een gegeven moment ging ik dus dromen dat ik in mijn droom ook gewoon mensen kon hebben. En toen zei hij van, dus nu ben je confident over je kung fu. En toen had ik zoiets, oké, dit is fucking breed. En datzelfde zit hierin. Ja. Behalve dat je dus af en toe dan heeft zo'n heel level, weet je. Ik zou willen dat die game net wel een checkpoint had gehad voor de eindbaas. Ja. Van elk level, weet je. Want dan zit je namelijk in die flow van die eindbaas en niet... 30 minuten dat je weer 20 of 30 minuten soort van dat hele level hebt doorgeploegd en dit voetvolk hebt de andere flow. Maar dat is de discussie omtrent roguelite games, weet je wel. Ik bedoel, en Slowclap heeft duidelijk gekozen voor de roguelite benadering. Gewoon, you need to go all the fucking way. En als je het niet redt, ja, tough luck man, dan begin je gewoon weer opnieuw, weet je. En dan, weet je,
Nou, en dat zit dus, practice makes perfect, zit er dan dus echt heel erg in. Het is niet easy to pick up en hard to master. Het is hard to pick up en hard to master. Ja, en het is een run. Moeilijk, ja. Het is een run die je uiteindelijk in een uur of twee kunt doen, denk ik, zo ongeveer. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar de groundwork, de grind, die zit hem echt in het hele voortraject. En dat is wat vele tientallen uren in beslag neemt. Ja. Om op dat punt te komen dat jouw run voor over die vijf gebieden met de bazen 2 uur duurt. En het kan uiteindelijk inderdaad echt één run zijn, maar als je elk level gehaald hebt, dan is dat wel je checkpoint. Je hoeft niet à la Returnal eigenlijk, want je die heeft natuurlijk ook wel 2 of 3 of 2 save points, maar in deze heeft er in principe gewoon 5. Als je elk level hebt gedaan, dan save die, dan kom je terug in je safe house en dan is dat het punt. En hoe oud je daar bent aangekomen, is dus ook, stel je bent dus na level 2 of 3 ben je 60 en je gaat naar level 4, dan ben je dus 60. Je bent niet maar weer ben 25. Ook een keer dat je level 4 opstart level 60? Of, tenzij je level 3 afrondt en hem haalt terwijl je 50 bent of 40 bent. Dan dus, moet je dan een nieuwe run starten? Ja, van hetzelfde level. Wanneer je beter bent geworden. En dus op een gegeven moment, verbaasde me namelijk zelf. En daarom vind ik de game, heb ik hem dus nog niet weggelegd. Dat ik na de allereerste run, dat ik hem ook had in één keer, de eindbaas. En ik was maar 25. Dus ik had gezegd, oké, dit lukt. Dit is tof. Want ik heb hem gisteren Kevin zien spelen. Die man was 70 toen hij dus jij had even een proud gamer moment. Ik had een proud gamer moment voor mezelf. Ik had zoiets van, oké, I know how to fucking fool. Maar dat is dus wat de game wel doet. Het is cliché, maar het is wat je zegt, practice makes perfect. Maar dat is wat deze game echt zo goed doet. En weet je, de moeilijkheidsgraad is insane. Maar je merkt gewoon, als je de hours, als je de uren erin pompt, en je timing steeds beter doorkrijgt en de movesets uitbreidt, en je de tegenstanders steeds beter leert kennen en ook die bazen die echt fucking moeilijk zijn, dan merk je van, ik word beter. En ik word steeds jonger. Ja, die eerste baas ging helemaal niet moeilijk. En daarom had ik zoiets van, oké, nice. En toen, dit is namelijk ook het level wat we hebben gespeeld. En toen kwam ik niet eens voorbij de sub-boss. In die demo. Ja. Ja, precies. Maar ja, dit is het tweede gebied. Maar je merkt op een gegeven moment ook van, dus dit zijn je patronen. Ja. Dus er gaat tijd overheen. Maar je merkt gewoon, hoe langer je speelt, hoe jonger je steeds het volgende gebied ingaat. Dat. Ja. Dus wat je doet op een gegeven moment, stel je bent inderdaad eerst 70 dat je de eerste keer had. Nou, dan doe je hem nog een paar keer en op een gegeven moment ben je maar 25. En op een gegeven moment was ik 21. Ik heb hem nog niet gered dat ik nul keer dood ben gegaan. Dus ik was 21. En dan begin je dus als op je 21ste aan level 2 in plaats van op je 40ste. Zoals ik het hier zie, je revived eigenlijk on the spot. Je hebt dus 5 coins. En dat is, er zit wat mystiek in deze game. Zoals bij deze Dragon Shrine of wat dan ook. Jade Shrines. En hier zijn je coins op. Normaal hangen hier 5 dingetjes aan. En dat betekent dus dat die coins, hoe vaker je doodgaat, hoe meer coins er weggaan. Dus op een gegeven moment in het begin gaat het nog langzaam. En dan heb je 3 keer dood voor 1 coin. Maar hoe ouder je wordt, dus hoe hoger je... Kijk, zijn death count is nu 6. Ja. Dat is heavy, weet je. Dus dat waarschijnlijk is in 1 keer die coin dan stuk als je nu doodgaat. Ja. Dus waarbij wel gezegd moet worden, je zag dat net ook. Je zag gewoon op een gegeven moment die count zag je van 7 naar 6 teruggaan. Op het moment dat jij doodgaat, je revived weer. En je kilt vervolgens een paar vijanden. Of een belangrijke vijand. Nou, dat is het. Ja. Dan gaat hij terug. Dus dan stijgt je leeftijd minder hard. En je kan ook, je zag net die Dragon Shrine, als je genoeg punten hebt, kan je ook je death count naar 0 doen. Als je, maar dat moet je flink gebatteld hebben, dat level. En je health bar kan ook, wanneer je steeds weer een vijand kilt, wordt je health bar steeds weer een beetje voller. Dus dat is de manier waarop jij door blijft gaan in de game, weet je wel. Ja, maar sommige dingen resetten dus. Dus die skills niet, maar of de moves die je leert. Maar dus inderdaad, die health bar stuff, dat is niet permanent, tenzij je dus aan het eind van het level het haalt. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat ik nu een paar keer heb geprobeerd, is dus eerst beginnen met level 1, zodat je dus meer dingen hebt geunlocked. En om dan level 2 door te komen. Ja. Wat nog steeds niet gelukt is tot op de dag van vandaag. Dus ik heb helaas maar 2/5 van de game gezien. En hoe beter jij level 1 doorkomt, hoe frisser jij aan level 2 kunt beginnen. Ja, die flow, dat lukt me dus. Ik ben vrij ongeschonden tot en met de laatste fucking dude. En dat is gewoon de level 2 eindbaas. En ik krijg zijn stage 2 gewoon niet... Weet je, net zoals met Returnal, hetzelfde verhaal. Ik krijg gewoon die fucker niet dood. Maar hier met dat hele aging systeem...
Vaak zie je dat als je bij games vaak doodgaat, dat op een gegeven moment maken ze het iets makkelijker. Is hier die balans van ouder worden en sterker worden, maar minder leven moeilijker hebben, wordt het daardoor juist moeilijker? Ja. Of is het... Je hebt helemaal niks aan die extra strength en je hebt heel veel tegen als je steeds minder health hebt. Ja. Ja. En het gaat namelijk dus nog grappiger, want het is dus ergens speelt het vrij logisch en simpel, maar om het allemaal uit te leggen is best wel ingewikkeld nog voor zo'n vrij compacte game. Maar je hebt postuur, of voor jou, hoe noemen we dat? Structuur. Structure. En dat is dus wanneer die gebroken is, dan is bewijs van je chi of je flow weg. En dan, als je dan klappen krijgt, gaat het heel snel. Ja. En normaal het doet gesproken... heel erg denken aan de passuur van Sekiro. Ja, precies. Ja. Oké, nou ja, there you go. Dat, je kan maar een x aantal keren defenden, zeg ja, maar. Ja, precies. Totdat je defense hard gebroken wordt. En dan, ja, en dan ben je echt vulnerable, inderdaad. Ja. Dat zit hier ook in. En nou, dat is dus heel, dat is super belangrijk, dat soort dingen. En hoe ouder je wordt, hoe eerder je helft op is en wat dan ook. Dus het wordt eigenlijk ook steeds ietsje moeilijker. Dus dat betekent ook dat je gewoon heel snel, als je op een gegeven moment iets van, nou, oké, ik ben nu al 50 en ik ben pas op 2/3 van het level, give up opnieuw. Maar krijg je dan niet dat je heel erg gedemotiveerd wordt op het moment dat je een paar keer dood bent gegaan, dat je eerder zoiets hebt van, oké, ik start mijn run wel opnieuw, want ik ben toch eigenlijk te oud om deze eventueel te kunnen voltooien? Ja, precies dat. En daarbij, maar ik bedoel, er zijn wel ook manieren om toch gewoon wat makkelijker door gebieden heen te gaan. Er zijn items die je her en der kunt vinden. En als ik me niet vergis... Sorry, wat voor items? Ja, stok. Nee, dingen. Oh ja, zeker. Ja. Kaarten en dergelijke. Gewoon item... Om op shortcuts. Op een gegeven moment... Om shortcuts. Ja, precies. Op een gegeven moment dan en dat is zelfs een beetje backtracking zit er hier en daar in. Dan vind je in level 3 iets voor level 1. Weet je, dat soort shit. En dan kan je weer een nieuwe ruimte in. Dan kun je daar weer wat extra XP of wat dan ook vergaren. Maar dat is inderdaad waar. Ja, je hebt op een gegeven moment krijg je shortcuts. Dus aan het bijna, als je het net aan tot de eindbaas haalt, dan heb je de key en dan kan je daarna... Nou ja, hoef je maar de helft van het level te doen. Is alsnog heel veel geknuppel, kan ik je vertellen. Zeer zeker. Maar dan kom je dus bij twee dingen. En jij zei dat net al, weet je, demotiverend en wat dan ook. En dus iets de hele tijd opnieuw moeten doen. Dat moet leuk zijn. Dat dit moet is, je trekken ook vooral. Nou ja, en daardoor, daar is het wel wat anders in. Ik heb twee namelijk dingen die het daar... Ik heb hem nog niet weggelegd. Maar twee dingen die het moeilijker maken voor mij om dat te vergeven... is het feit dat uiteindelijk zijn die levels niet zo groot. Nee. En waar heel veel roguelikes procedural zijn... dus dat je altijd ergens iets nieuws voelt... is dit naar 4 keer ken je dat level helemaal uit je hoofd. Ja. Weet je precies welke vijand waar staat. Het is namelijk altijd hetzelfde. En dan begint dat wel heel erg als een grind te voelen. Nogmaals, het vechtsysteem is zo cool en omdat wel door... maar het begint... Na bewijzen van 10, 15 keer begint het wel echt vervelend te voelen dat je dat level zo goed kent, vind ik, en het niet verder lukt. En als er één ding duidelijk is dat frustratie niet helpt bij het beter spelen van deze game. Precies niet, nee. Het is de reden waarom ik veel van dit soort games vaak even een tijdje wegleg. Ja, ja. Omdat maar ik pak ze normaal nooit meer op als dat gebeurt. Je raakt ze niet eens meer aan. Nee, nee dat bedoel ik. Normaal heb ik als je raakt, fuck deze. En dat heb ik hierbij dus niet. Maar ik moet af en toe even mijn fucking cheek terugkrijgen inderdaad. En dan even een nachtje slapen. En dan en het dan weer. Maar dat begint dus wel weer te broeien dan. Dan denk ik van, godverdomme, ik wil die fucking game weer spelen. Ik wil kijken of ik soort van, mijn rust me ook heeft fucking geleerd. Maar en dat is dus nummer 1. Is dat die twee levels die ik ken. Want ik wil nog even... Nou ja, weet je. Ik heb hem eerlijk dus niet uitgespeeld. Want ja, dat lukt me gewoon niet. Ja. Ik denk niet dat de game heel veel anders wordt. Zoals Returnal dat wel af en toe is gedaan. In level 3, 4 en 5. Omdat je gewoon steeds meer moves jezelf toe-eigent. Ja. Maar er komen geen nieuwe gameplay principes bij. Nee, maar wel nieuwe soorten bazen met nieuwe... aanvalstechnieken en dergelijke. Tuurlijk, en dan moet je weer... Je blijft maar je kampvoer leren. Is hetzelfde. Of nou ja, ietsje beter en meer moves. Maar ik bedoel, soort van het is niet ineens dat je ineens de Tiger-style leert. Of weet je, ineens iets heel andere gameplay-principes heeft. Nee, dat niet. Dus elke run, qua gameplay is de run in principe voor elke level hetzelfde. Behalve dus dat je inderdaad wat extra skills... maar ik moet wel zeggen, ik ben aardig op weg om heel veel skills al... te hebben, omdat ik gewoon, ik heb, weet je, dan moet je op een gegeven moment dus 1 keer 6.000, met 1.000 koop je 1 skill, maar als je hem nog 5 keer daarna koopt, dan moet je dus 6.000, maar dan moet je dus wel vanaf level 1 en 2 helemaal doorlopen om die 6.000 te kunnen doen. Want als je weer teruggaat, dan reset het weer allemaal. Ja, dus... precies. Doe me denken aan Deathloop, waar je ook heel erg, zeg maar, dat hebt van, oké, ik ben permanente upgrades aan het doen, zodat ik op het einde die perfecte run...
Precies. En nu dat, is niet dat je één run volledig richt op één skill, zodat je die maar permanent vrij speelt. En dat, daar toen, maar dat is het ding. Dus die heeft de hele tijd op pieken en dalen, denk je van oké, gelukkig. Nu ga ik wel gewoon dit even vrij spelen. Dan heb ik in ieder geval een doel wat ik wel weet dat ik ongeveer kan halen of niet. En dan zet je, weet je, dus een nieuw doel voor jezelf. Net zoals met Kung Fu. En dan, dan lukt het weer wel. Ja. Nummer twee is de cameravoering. Jij zei dat al in de, in de preview. Is dat het Absolver, die heeft een mooie afstand van hoe ver het van jou, van je character af is. Hier zat het dichterbij. Heel dichtbij. Ja. En als je dus, kijk, hier is het geen probleem, maar stel je komt in de buurt van een muur, ja, dan zie je niks meer. Ja. En je staat af en toe echt wel heel erg close corridor fights te doen. Ja. En dan moet je of jezelf je camera zwaaien, of want zelf doet hij dat eigenlijk niet. Je ziet het hier eigenlijk. Als op het moment dat je bij die muur komt, dan gaat hij eigenlijk helemaal over je schouder meekijken. Ja. Of jij bent doorzichtig ineens, weet je, omdat je zo dichtbij zit. Dus ja, dat gaat dus tegenwerken dan. Dan wordt het op een gegeven moment dat je denkt van, ja, godverdomme, nu zie ik niks meer. Of dan is hij dus zo dichtbij. Deze game, en dat is een van de eerste games ooit dat ik, dat je echt letterlijk als er drie guys om je heen staan, het gebeurt meer dan eens in de 10 minuten dat je gewoon een zo'n pinball. Dat je gewoon drie vanuit drie hoeken. Gewoon 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Alles gewoon soort van voor je bek krijgt en je bent in één keer dood. En dat is gewoon voetvolk. En ze hebben no mercy, hoor. Ze slaan hard af. Gewoon, en allemaal tegelijk. Ja. Dus je moet de hele tijd dodgen. Nou, soms zoals bij kung fu films ook gewoon met respect one by one voor een tegenstander. Gewoon 1 voor 1. Maar ook regelmatig dat ze wel met 2 die tegelijk op je afkomen. Ja. En dan is het, als je dus ook nog eens in het hoekje staat, het is gelijk undoable. En ook dus door de camera. Omdat de camera niet meewerkt. Je ziet die guys, je ziet er maar eentje. En er staan er nog 2 vanuit een andere hoek op je te klappen. Voor 3 klappen voor je bek gegaan. Ja, met een fucking zwaardje. Ja, ja, dan ben je, dan heb je helemaal een probleem. Samurai zwaard. Nee, dit is geen samurai zwaard. Maar dat is ook een ding, hè? Dat is het grappige. Dus wanneer je aan het rennen bent, dan ben je uit de flow. Op je mijl. Dan ben je echt zo uit de flow. Want wanneer je kung fu op je kung fu game strong is, dan sta je heel rustig te staan in het midden. Dat is heel grappig. Dus je kan echt heel erg snel in of uit een flow raken. Maar dus die camera shit, dat stoort me technisch. Er is een ander ding, is dat in principe vind ik het, hoe het werkt qua vechten en qua timings en wat dan ook. Het is echt een fighter, ja. Weet je, waar je Street Fighter ook, weet je, met timings en button combinaties en, weet je, naar voor, naar achter, hard punch of light attack, dat soort stuff. Ik vind dat heel goed werken. Er is er eentje alleen die bij mij totaal niet werkt en dat is het gooien. En die is best wel helpvol, want mensen tegen deuren en dingen aangooien of tegen muren, dat is heel erg destructief. Alleen die knoppencombo, die werkt bij mij niet goed. Ah, ik heb er wel meer, hoor. Dat ik 2 keer naar boven en die dingen. Nou, die lukt bij mij dan wel. En die heb ik toevallig. Maar ik heb dus inderdaad sommige die willen gewoon niet zo goed. Mm-hmm. Je hebt een parry, dus dat is op tijd blokken. Perfecte je hebt blok, een avoid en je hebt een echte dodge. Dus het zijn er 3 verschillende defense mechanisms. Ook die zijn af en toe dat je denkt van oké, maar ik doe er nu 1. En wanneer je dan ook nog, weet ik, van misschien zit ik wel te veel aan de andere trigger, hoor. Maar dan cancelt hij de ander, zeg maar. Dus je kan ook heel veel, dus weet je, hoe noemt het, net zoals in Street Fighter en wat dan ook, of van die fighters, kan je je eigen acties cancelen ook. Dus je bent heel van het triggeren en cancelen. Ja, ja, precies, ja. Nee, maar dus hoe vind jij dat, Skate? Want daar hadden we het in de preview over. Hij was toen echt nog rough. Ja, hij is nu gestroomlijnder. Ja. Maar nog steeds niet flawless. Nee, niet flawless. Maar goed genoeg. Het is, meer, het is meer dat ik zelf nog te veel struggle. Ja, nee, maar goed genoeg is niet flawless. Nee, maar het is heel goed. Mm-hmm. En, maar it's not. It's not nee, het is you, goed, het is niet heel goed. Nou, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dus die cameravoering en dus die knoppencombinatie. Zeker, maar daar lijkt je niks aan te kunnen doen met dit soort games of zo. Zeker niet wanneer de camera redelijk up close and personal nee, daarom, is. Hij moest verder. Hij moet gewoon verder. Kijk, nu... Jawel, nee, dan wordt het verder, makkelijker. Dat, je moet rekening houden met ook met hoe het level gedesigned is. Kijk, wat is het voor een kung fu die je hier aan het laten zien bent, man? Nou, dat is, hoe ben jij die game doorgekomen? Je moet wel zeggen, je bent wel sterk inderdaad. Je bent sterker dan ik. Je posture of je
je structure is niet weak. Laten we dit gevecht even beoordelen. Nee, laten we dat ja, niet sorry. Dat nou, maar dat bedoel ik. Maar dat is letterlijk wat jou ook doet. Op begin, ik zie hier weak kung fu. Dit was zo'n moment. Dit was, dit, op ik had dat, mijn captures mee moeten nemen. En dat is maar twee levels. Maar... Snap ik. Maar ik bedoel, ik ben dan aan het spelen. En dan soms heb je van die avonden, dan gaat het gewoon niet lekker. Nee, zeker. Maar ik zeg, oh kut, maar ik moet wel capturen, weet je wel. Nou, dan ga ik toch door de verschillende levels heen. En dan probeer ik er maar het beste van te maken. Maar soms komt het er gewoon niet uit mijn controls, weet je wel. Zeker niet. Heel vaak, inderdaad. En dat is soms inderdaad de fun van gamen. Maar soms is dat ook gewoon dodelijk frustrerend. Ja. Lok je eigenlijk een vijand? Of ben je meer een soort van soft lock? Soms wil ik naar een andere... Ja, kan niet. Dan moet je heel erg langzaam... Naar de verkeerde vijand. Nou ja, dan moet je... Maar want, heb je een circle enemy button? Nee, toch? Je moet gewoon de camera keren en dan gaat hij die kant op. Ja, maar zelfs je moet dan, zelf sturen. Zelfs dan wil hij nog eventjes naar een andere vijand toe gaan. Ja, nee, daarom. Ook dat is... De camera gaat net even te langzaam, weet je. Dus hij is zeker niet flawless qua de game. Ik heb niet alleen maar het idee gehad dat het mijn eigen fout was. Ik hoorde JJ vandaag zeggen bij de Olly Olly review van... Dan is het echt, het is ook natuurlijk het twee side-scrolling 2D ding. Als je het daar fout doet, dan is dat puur jouw fucking fout qua timing of wat dan ook. En ik heb niet het idee dat 100% van wat er hier gebeurt, als het fout gaat, dat het mijn fout is. Het is wel een valkuil met zo'n game. Want het is 85% zou ik het geven. Het is juist zo'n helemaal fighting game. Ja. Draait... voor zo'n groot deel om hoe tight die controls zijn en hoe goed de game naar jou luistert. Als je dan het gevoel krijgt dat dingen niet jouw schuld zijn omdat de game niet helemaal meewerkt. Ja. Maar het is dus niet zo vaak dat ik het neer wil sabelen en dat ik het echt niet meer speel. Maar het is dus het gebeurt wel dat ik denk van oh maar weet je, mijn kung fu is fucking goed. Maar dit nu zit er iets me tegen te werken wat niet mezelf is. En dat is wel zonde. Zo. Die was netjes. Dat was een mooie finisher. Ja, maar dat zit er gewoon in. Nu even je health... Fuck jou. Fuck jou. Jezus. Met je yoga-ass. Nee, maar dit zijn gewoon... dit zijn geen vijanden. Nee, oké. Dus dan krijg je ook niet. Want je hebt, dat is ook een ding. Je hebt een hele vette... als je een takedown doet, dat je extra wat je health terugkrijgt en wat dan ook. Dus ik ben de hele tijd mensen aan het takedownen om maar die health te regenen. Dus er zit echt fucking veel in. Die game is fucking vet om te spelen. Zo rewarding als je wel iets haalt, weet je wel. En dat is gewoon echt... Ja. Dat is die endorfine shit gewoon. Maar normaal ken ik die dus niet, hè? En dus dat beetje bij Souls-like games heb ik gezegd van, fuck deze masochistische shit. Hij heeft een proefje gehad van het voldane gevoel van bossfight. Nee, ik denk dat deze. Ja? Dus puur en alleen deze game. Omdat het fucking kung fu is, hand-to-hand of simpel en niet... ik vind het ook knap van mezelf dat ik het leuk vind en dat ik het wil door blijven spelen. Ik vind het eerder knap van de game, maar oké. Ook goed. Ja, nee, fair enough. Het is knap van de game. Nee, maar het is dus het stijltje. Die game is super vibey. Dan kunnen we het daar even nog even over hebben? Sowieso het visuele stijltje. Ja, fucking awesome. It's Jesus fucking Christ. Insane. Je denkt, wat is het voor rare blokkerige shit? En het is blokkerig? Kijk, het is low poly. In de gezichten zeggen. Dat was zelf toch ook al een beetje deze game. Het heeft daarom dezelfde art director. Het is het low poly die vibe. Mid poly. Laat ja, het zo zoiets inderdaad, maar weet je, het en het is niet cel-shaded, het is, ik vind het een hele vette artstijl. Ik vind het echt heel knap gedaan en de game is dus ook. Gewoon stylish. Zoals hier loop je dus inderdaad, weet ik veel, in zijn growery waar drugs wordt gemaakt. En op een gegeven moment wordt dit een, weet je, net zoals in oude kung fu films, dat het ineens een hele andere mystieke wereld wordt. Of soms ben je in een nachtclub en ineens is het even geen nachtclub, maar is het ineens een soort van old school vuur shit. Ja, oké, maar dus het heeft wel ook die mystiek. Absoluut. Het is niet allemaal zo grounded, realistisch. Nee, vandaar dus ook die coins. En dat is dus, weet je, dus mensen, je staat ook de hele tijd weer op. En dan zeggen ze van nee, dat kan niet. Ja. Weet je, omdat je voor de vijfde keer soort van al dood bent gegaan, maar weer opstaat. Typisch kung fu. Terwijl op de achtergrond ook nog natuurlijk wel een soort story arc zich doorontwikkelt. Jij noemt het net al, die drugs, weet je. Oké, wat voor rol spelen die wat speelt die purple Hupplepup nou precies? En hoppa. What's up met die oude vrouw, weet je wel? En, die ook trouwens. Dus als je iemand voetveeg geeft en dan snel genoeg op rondje drukt, ja, dan volgt het alsnog wel. Maar maar bij mij dus nooit. Dat is iets dat bij mij nagenoeg niet lukt. En ik weet hoe het moet, want in de training lukt het altijd. Mm-hmm. Maar in die levels, hij volgt nooit met die fucking chain punch. Zo. Dit is een mooi gevecht, vind ik. Ja, maar daarom, het is de hele tijd vaak classy. Het is een classy gevecht, vind ik. Ja.
Dans, een mooie dans. Maar hier moet je hem dus bijvoorbeeld, de tactiek is hier hem de hele tijd in die fucking shit, in die bloemen mieteren. Want dan is hij zo dood. Maar dat lukt me gewoon niet altijd. Schop voor je ballen. Oh, dat wist ik niet eens, joh. Ja. Moest je hem in die bloemen mieteren? Ja, maar dan gaat hij dus, voor de structure is dat heel destructief. Ik heb ook bijvoorbeeld in level 2 heb je die, nu wordt het even een soort van tutorial. Maar in level 2 heb je dus veel van die dingen met twee verdiepingen. Als je ze eraf tieft, zijn ze zo dood. Omdat soort van, dat is heel destructief voor je health en je structure. Ja. Dus, Ik heb ook nog steeds veel te leren, hoor. Ik bedoel, net als jij, echt behoorlijk wat uren erin gestoken. En nog altijd aan het ploeteren. Maar wel steeds het gevoel hebben, dit is ook echt gewoon, toen ik nog aan het begin stond van mijn runs, zeg maar, weet je wel. Ik ben hier ook gewoon al een praktische, ik ben hier 48 in het eerste gebied. Ja. Op een gegeven moment, dan is het eerste gebied, wanneer je bij hem terechtkomt, dan ben je rond de 4-25. Dan ben je lekker bezig geweest. Ja. 21. Of 21, ja. Inderdaad. Weet ja. Je wel. Ja, met de pro-gamers. Ja, maar level 1 ben ik pro. Ja. Soort van, maar level 2 dus niet. Tot het die ontwikkeling vindt plaats binnen enkele dagen dat je speelt. Snap je? Dus deze game, hij mag dan misschien wel wat compact zijn. En weet je, noem het qua hoeveelheid. Nee, maar dat is het level en dingen. Ja. Maar je bent uiteindelijk echt wel gewoon behoorlijk lang bezig. Oh, je bent er zo 30, 40 uur mee bezig. Maar dat is dus precies een van mijn kritiekpunten. Die 30 en 40 uur speelde zich ook maar af in 5 plekjes. En die plekjes zijn niet zo lang. Dus ik vind het repetitief en wat saai worden. Dus de leukheid om het opnieuw te blijven spelen zit in de kung fu. In het masteren van het systeem. Maar niet in de plek waar je komt. Want op een gegeven moment kan je dromen. En dan krijg je de nachtmerries van hoe vaak je door dat ene gangetje bent gelopen. Ja, maar ik en dat vind ik niet sterk. Dat heb ik bij heel veel roguelite games gehad. En veel van hen, wat ik eerder al zei, legde ik gaandeweg weg. Dat heb ik met Returnal bijvoorbeeld ook gedaan. Die heb ik 2 maanden niet aangeraakt, omdat ik gewoon even het gewoon niet meer zag zitten. Vervolgens heb ik hem weer opgepikt en uitgespeeld. En het is mijn Game of the Year 2021 geworden. Met een game als deze kan het ook zomaar gebeuren. Waren het niet dat er een Elden Ring en een Total War Warhammer 3 ook natuurlijk allemaal aan zitten te komen. Dat is niks. Oké, maar ja, dit soort games hebben wel een zekere charme. Zeker charme, ik vind het mega origineel. Maar die charme, die zagen we al de allereerste keer die gepresenteerd werd. Ja. Maar heeft die charme, heeft dat ook waargemaakt? Ja, ik wist alleen niet, ik was in de veronderstelling dat dit gewoon een leuke, redelijk uitdagende brawler zou worden, zeg maar. Is gewoon het ook? Eentje die kung fu gewoon heel veel eer aan doet. En dat is ook allemaal zo. Maar dat het dan vervolgens zo in zo'n tyfus moeilijk roguelite jasje gestoken werd, daar had ik nog wel even mijn bedenkingen bij toen ik het op een gegeven moment onderging. Ik dacht, holy shit, man, hoe ga ik hier doorheen komen? Ja, af en toe zakte de moed letterlijk weer eens in mijn schoenen. En dat hoort natuurlijk ook wel bij dit soort games. Maar dan heb je weer de volgende discussie. Is dat ik zou dus willen, ik zei het net al, dat er of überhaupt alleen even een checkpointje voor de baas. Maar een moeilijkheidsgraadje. Nee, maar ik wil dat. Checkpoints kan ik leven, maar stop daar. Dat vind ik al een moeilijkheidsgraad dingetje. Ik wil niks horen over moeilijkheidsgraden, man. Maar dat vind ik. Checkpoint is al een moeilijkheids. Niet weer deze discussie. Ja, maar dat is anders dan letterlijk mensen slechter laten vechten tegen jou. Nee, daar ben ik. Ja, oké, dat snap ik. Al die lessen die je leert. Dat wat eigenlijk ook de kern van de game ergens is. Nee, maar ik bedoel dus niet gameplay aanpassingen. Voor kung fu in real life. Ja. Weet je, dat die boodschap die wordt zo onderuit geschoffeld als je die game makkelijk gaat. Ja, oké. Okay. Dus qua dat de vijanden minder hard slaan of minder vaak. Ja. Natuurlijk dat. Bij maar ik bedoel, hebben ze uiteindelijk ook een knieval gedaan. Hebben ze safe mogelijkheid, geloof ik, toegevoegd. Nou, ik wil dit. Ik wil dat echt voor dit. Want dan weet ik dat ik die eindbazen kan gaan pakken. Ja, maar je gaat die eindbazen kunnen pakken. Je kan dit. Je moet gewoon die uren erin steken. Je moet die game masteren. Vind je innerlijke rust vanuit de verdediging? Ik ben heel geduldig, behalve dus wanneer ik game. Ik ben echt super best wel geduldig, maar niet wanneer ik game. Dus ik wil niet weer dat fucking de club door moeten fucking beuken. Dus heeft die 500 uur in Ghost of Tsushima. Ja, maar dat is makkelijk. Ja. Dat is echt een makkelijke game. Ja. En dan heb ik ook nooit gezegd dat het moeilijk is, weet je? Dat die game... En hier ben ik ook lekker in bezig. Alleen dus wanneer ik weer de fucking club moet doorbuiken 20 minuten lang voordat ik die eindbaas kan doen, en het vaak ook niet lukt. Ja, dat is gewoon niet mijn soort gameplay principe, die loop slash roguelike. Dat is ook niet zomaar iets wat je dan even oppikt. Nee, maar dus helemaal. Het moet zeker niet makkelijker gemaakt worden als in de vijanden. Maar dat ik eventjes wel een manual kan saven of wat dan ook. Ja, dat geef me dat alsjeblieft. Want
Want dat is het andere ding. Hè? Jullie zijn wat dat betreft misschien ergens... Ja, sorry dat ik het zeg, maar snobistisch. Nee, vooral niet snobistisch, maar meer sadistisch. Elitair. Elitair. Hou op, man. Wat ja, maar wel. Omdat, nee, omdat, maar dit is want niet voor ook, iedereen. Nee, en, sterker nog... Zelfs ik ben niet eens iedereen wat dat betreft. Althans, ik ben ook iedereen. Want ik struggle ook als een malle met dit soort games. Ja, maar jij houdt van dat spelprincipe. En dit gaat voor sommige mensen... Ik, bijvoorbeeld, hè, stel ik geef mijn broertje dit. Ja. En ik ben eigenlijk dus ook zo. Het is dat het dus deze kung fu fucking saus heeft... waarom ik het zo vet vind. Maar als dit niet kung fu had geweest... maar karate en net een andere visuele stijl... had ik na één keer gezegd... fuck deze shit en ik had het nooit meer aangeraakt. Volledig begrijpelijk. Ja, maar dat is zonde. Niet want, voor iedereen. Nee, maar wat nou als je er wel bijvoorbeeld een C-functie... of een klein dingetje op dat... Nee, zodat dat schuurt toch met de visie van de maker. Ja, niet alle games hoeven voor iedereen te zijn. Nee, niet alle games hoeven voor iedereen te zijn. Maar een game als dit kan wel enigszins... niet eens een knieval, maar gewoon een ietsje groter publiek... proberen aan te kunnen spreken... door er net ietsje minder sadisme en wat dan ook in te stoppen. Als ze dat gewild hadden, dan hadden ze de game wel wat makkelijker gemaakt. Ja, maar vind je dat ergens dus niet snobistisch of elitair? Om een soort van, weet je, net zoals 's werelds allerheetste hot sauce maken. Nou, een klein beetje hot sauce is genoeg. Vind je dat niet? Ja, ik snap helemaal je punt. Het moet dat voor jou moet ook niet alleen maar mainstream zijn, hoor. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Nee, maar, het is, maar het is wel van, kijk, de maker die zit met een visie. Zoals ik het nu zie en zoals ik jullie hoor, is gewoon een soort van puur symbolisch voor waar kung fu voor staat. Ja. Maak dat makkelijker. En die visie die wordt gewoon enigszins gelowkicked en op zijn reet geschopt. Nee, maar het is dus heel puristisch dat ze dit hebben gedaan. Ja, en ik wil ook niet klinken als een... Nobel. Ja. Is het ook. Ik wil ook niet... Hè, ik ben hier niet... op dit moment ben ik eventjes advocaat van de spreadsheet manager duivel. Dat ik, als ze wel die... Nogmaals, kleine dingetjes. Het is dingetjes, Devolver niet dat het uitbrengt. They don't give a shit about spreadsheets, man. Ja, maar money. Ze kunnen deze game als ze een... En nogmaals, vraag me niet de details van wat dan makkelijker, hoe makkelijker. Maar ietsje minder onvergeeflijk hadden gemaakt. Had deze game, of kan deze game twee keer meer verkopen? Het is wel wat het is ook wat waard, hè? Voor de slow clap die dan daarna nog een vettere game kunnen maken. Maar dan ga je van een game van pak een beetje 20 uur... wordt die ineens een game van 5-6 uurtjes. Met het hele leerproces wat je ook een beetje aan voorbij gaat. Mooi argument. Een beetje de goede naam van kung fu te grabbel gooien. Ja, nee, dat geef ik allemaal. Kun je in 5-6 uurtjes maken. Maar aan de andere kant is hetzelfde als dat dus een soort van Bruce Lee ooit kung fu voor de wereld toegankelijk heeft gemaakt. Dat doet deze game niet. Dit is niet een Bruce Lee. Aanvallende vorm geïntroduceerd. Dus nee, hij heeft het überhaupt naar, weet je, een soort van, hij heeft scholen opgestart in Amerika voor witte mensen die ook ineens kung fu mochten doen. Dus hij heeft het voor de wereld beschikbaar of toegankelijk gemaakt. Ja. En dit is niet een Bruce Lee. Dit is gewoon een guy in een Shaolin klooster in China die zijn dorp niet uitkomt. Dit is en dus ook nooit American kung fu naar de wereld kan brengen. Ja. Deze game brengt niet dit soort dingen naar de wereld. Nee, dit is alleen maar voor Billy de puristen. Chong. Dit is een van mijn idolen. Indonesische man. Heb ik tijdens Nerd Culture over gehad, Billy Chong. Ik wil graag nog even, als het kan, gewoon de intro 2 eventjes ingestart krijgen. Want intro 2? Ja, nee. Het videootje. Crystal Fist is een van mijn favoriete kung fu films. En Crystal Fist is een... Dat begint met een jochie ziet zijn vader vermoord worden. En uiteindelijk wil die wraak nemen, weet je wel. En vervolgens komt er een intro met de namen Billy Chong. Directed by die en die en die. Dat is precies deze shit met de rode achtergrond. Ja? Oh ja, ik weet welke het is. Dit komt in zoveel kung fu films terug. Ja, maar ik wou net zeggen, want Bruce Lee heeft toch ook dat rood-wit-zwarte die moves die hij dan gooit terwijl die credits rollen. Ja, ook inderdaad. En ook met de muziek. De soundtrack van deze fucking game is ook insane, man. Heel weird af en toe. Maar ik vind hem niet heel prominent. Ja, hij past heel goed, maar ik vind hem niet uitgesproken. Hij is uitgesproken in ingetogenheid. Ja, maar dat is juist... Deze game is ingetogen ook. Helemaal mee. Dit is inderdaad wel heel vet gedaan. Nee, je hoort dit gewoon de opening. Ja, dit is super bruut. En je pakt ze hier namelijk eventjes allemaal. En het is helemaal niet... En dit zijn ook... Dit zijn alle guys die je later dus... Ja, nee, maar die game is stijlvol as fuck. Ja. Want dat is het gewoon. Die game is fucking stijlvol. En hier kan je al een beetje... Kijk, dit is deze guy krijg ik niet in het echt gewoon... In ieder geval hierna in de game krijg ik hem gewoon niet dood. Kijk, hier ga je niet dood namelijk. Dus. En die game zit maar te denken... Godverdomme, laat ons die volgende credits nou laten zien, man.
drie van die fucking namelijk... oh, Jesus Christ, ik moet dit nog een keer spelen. Want hier geven ze natuurlijk wel de hints. Je ziet hints, inderdaad. Ja, maar avoid the high attacks. Nou, dat doe ik de hele fucking tijd. Alleen daarna heeft hij een fucking vuurpol. En net één andere move waarvan ik nog niet helemaal de timing door heb. Weet je, dat is het ook gewoon. En voordat ik weer bij hem ben, dan moet ik weer dat hele fucking level door. Dus het is, oh man, die game die tergt me zo hard. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel zo fucking hard. Dus ja, nee, dat is wel een beetje een conclusie, denk ik. Zo zie je allemaal. Wat? Voor mij was de grote vraag van, het intrigeerde me al. Ja. Wat ben ik om na dit gesprek? En dat is wel, het maakt mijn februari maand niet makkelijker, kan ik vertellen. Nee, zeker niet. Maar iedereen die ook maar een beetje van een uitdaging houdt en ook wel over wat engelengeduld beschikt, zou deze game moeten proberen. Of dus Kung Fu in het echt heeft gedaan, want dan is het ook fucking herkenbaar. Absoluut, het is een feest, herken ik dit. Gewoon ja. Ook die vier jaar Kung Fu die ik heb gedaan. Ja. Maar vooral de 5-6 Betamax videobanden die mijn vader elke week gewoon weer thuis bracht. En ja, ik zie zoveel dingen terug in deze game. Het is met zoveel respect gedaan voor de martial art, weet je wel. Ja. En voor de... Trap je nou de hele tijd een oud vrouwtje eronder uit? Wat een arm mist, waardoor ze de haar balans sowieso al lastig great, man. Is. Dat vind ik disrespectful. Dit is geen kung fu. Dit werd van me gevraagd. Sweep en down attack, ja? Weet je wat ik ook wel eens met sommige vijanden heb? Dat ik dus gewoon... Dan heb ik hun fucking attack pattern door. Dus ik ben de hele tijd aan het dodgen. Maar zij dodgen mij ook. Dus ik denk van... Maar mis ik nu een attack? Heb ik nu een attack die ik eigenlijk had moeten unlocken voor deze run? Heb ik die nu niet? En dan... Ik snap het af en toe gewoon niet. Niet de fucking hintje, niks. Sleutel heb je nog niet gevonden. Nee, blijkbaar. Maar dat is... Dat die zoek je in jezelf. Ja, denk wel. Anyways, conclusietje. Ja. Of hebben we dat al gezegd? Ja, ik laat de conclusie volledig aan jullie over natuurlijk. Ja. Ik heb er echt één woord voor. En dat is? Keihard. Ja, dat absoluut. Maar dat zegt twee dingen. Dat zegt namelijk dat het een hele vette game is. Mm-hmm. Net zoals weet je, vet is ook niet altijd alleen maar dik. Nee, deze game is keihard. Hij is ook in both ways. Hard voor je. Ja, dat bedoel ik. Keihard. Ja, ja, ja. En hard voor je. En hard gewoon een harde, ja, dat is een harde game. Ik kan het niet anders uitleggen. Dus daarom zeg ik, het is keihard. En super rewarding als je ook gewoon daadwerkelijk progress boekt. Ja, maar weet je wat het grappige is? Dat is ook zo'n ding. Dan wanneer dat wel lukt, het is niet zo dat je dan... Oh, nu wil ik door. Nee, dus dan neem je de les voor lief. Dan loop je naar de keuken, dan drink je een theetje en dan ga je naar bed. Ja. Heb ik zweer het je. Zo fucking soort dan game. Dan val je heel sereen in. En dan val je sereen in slaap. Het is niet dus dat je helemaal die drive zet. Nee, je hebt de les geleerd voor die dag. En dat is fucking amazing. Maar Jezus Christus, wat is die game keihard. Ja. Het is een hele speciale game. Het is een game die niet voor iedereen is. Daar kunnen we wel mee afsluiten. Maar voor de doorzetter, de volharder... met die niet vies is van een lesje leren, hè? Of een lesje geleerd krijgen. Ik wou het zeggen. Is dit absoluut wel een game om ons even goed naar te kijken en wellicht aan te schaffen. Je wist al dat je zei al, we volgen hem al heel lang, we hebben die dingen. Ja, dat is nog één ding. Maar we zeiden al van het is een hele kleine game van Devolver, weet je, het is een indie game en dit zit wel in de fucking fabulous februari. Dus heeft het dat waargemaakt? Weet je, heeft het onze verwachting zo? Is het zo fabuleus? Ja. Het is niet de grote titel tussen de Dying Lights, de Elden Rings, de Destiny, de Total War en Horizon. Maar ik vind dat hij wel absoluut een plek verdient tussen de fabulous games die uitkomen. Ja, maar we keken er naar uit en hij heeft ons niet teleurgesteld, toch? Nee, maar ik weet nog, ik zei het een tijd geleden tegen je. Luister eens even. Begin februari komt ook Sifu uit, hè? Ja. Sifu? Ja, precies. Ja, nee, die Slow Clap game, die kung fu game. Oh ja, nou dan kijken we wel even hoe we dat ertussen passen. Mm-hmm. Zo, weet je wel. Ja, nou, hij is er en hij heeft 42 minuten. Even kijken of ik hem kan aanvragen. Weet je wel. Nou, thank god dat hij binnen is gekomen. Nice. Want het is absoluut een game. Het is een pareltje. Ik denk dat het een top 10 lijstje gaat zijn. Ik denk dat er komen heel veel vette games uit dit jaar. Maar dit is ook dus het originele. En een roguelike ding is niet per se origineel. Maar alsnog, wat deze game samen allemaal doet, super origineel. Dit is gewoon die tweede glop magma die uit die gigantische februari vulkaan komt. Ja, ik weet niet wat dat precies is. Nou, maar dat zei ik wel. Oké, dat is een glop magma. Zeker weten.